Hoofdstuk 31 van David Copperfield door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 31 Een groter verlies. Het viel mij niet moeilijk op Peggotty's verzoek daar te blijven tot het overschot van de arme vrachtrijder zijn laatste reis naar Blunderstone zou hebben gemaakt. Zij had lang geleden van haar eigen spaargeld een stukje grond op het oude kerkhof gekocht, dicht bij het graf van haar lieve meesteres, zoals zij mijn moeder altijd noemde, en daar zouden zij beiden rusten. Terwijl ik Peggotty gezelschap hield en alles voor haar deed wat ik kon, wat eigenlijk heel weinig was, was ik heel dankbaar dat ik dat weinige toch in ieder geval voor haar kon doen. Maar ik vrees dat het een genoegen van persoonlijke aard was dat met het door mij gekozen beroep in betrekking stond. Toen ik het testament van Barkis in bewaring nam en de inhoud daarvan uitlegde. Ik mag aanspraak maken op de verdienste van het eerst geopperd te hebben dat men dit in de koffer zou moeten zoeken. Inderdaad werd het daar ook gevonden, onder in een voerzak, waarin men, behalve hooi, ook een gouden horloge met ketting en cachetten ontdekte, dat Barkis op zijn trouwdag had gedragen en dat men daarvoor of daarna nooit had gezien. Verder een zilveren pijpenstopper in de vorm van een been, een houten citroen vol kleine kopjes en schoteltjes, die ik denk dat Barkis, toen ik een kind was, gekocht had om mij cadeau te geven en waarvan hij later niet had kunnen scheiden, 87,5 guinea in guineas en halve guineas, 210 pond in nog volkomen nieuwe bankbiljetten, zekere bewijzen voor in de Bank van Engeland op interest geplaatste gelden, een oud hoefijzer, een valse shilling, een stuk kamfer en een oesterschelp. Uit de omstandigheid dat dit laatste voorwerp heftig geschuurd was en van binnen kleuren vertoonde, maakte ik op dat Barkis bepaalde ideeën over paarlen moest hebben gehad die nooit tot een duidelijke voorstelling waren gekomen. Jaar in, jaar uit had Barkis deze koffer dagelijks op al zijn tochten meegenomen, opdat hij te beter aan de aandacht zou ontsnappen. Had hij het verzinseltje bedacht dat hij aan Mr. Blackboy behoorde en bij Barkis bewaard moest blijven tot hij werd afgehaald, een fabeltje dat hij met thans nauwelijks meer leesbare letters op het deksel had geschreven. Hij was, naar ik merkte, niet voor niets al die jaren zo zuinig geweest. Zijn bezit in geld bedroeg bij de 3000 pond. Hiervan vermaakte hij de interest van 1000 pond aan baas Peggotty voor zijn leven. Na zijn overlijden moest het kapitaal tussen Peggotty, kleine Emily en mij, of tussen zoveel van ons als er dan nog in leven zouden zijn, gelijkelijk verdeeld worden. Al zijn overige bezittingen vermaakte hij aan Peggotty, die hij tevens tot enige executrice van zijn testament benoemde. Ik gevoelde mij al een echte proctor toen ik dit document met alle mogelijke plechtigheid voorlas en de bepalingen daarvan. Ik weet niet
hoe vaak aan hen wie het aanging uitlegde: ik begon te denken dat er achter de commons toch meer stak dan ik gedacht had. Ik onderzocht het testament met de grootste oplettendheid, verklaarde dat het in alle opzichten volkomen in orde was, zette enige potloodmerkjes op de rand en vond het zelf enigszins wonderbaarlijk dat ik zoveel wist. Met deze geleerde bezigheid, met voor Peggotty een inventaris op te maken van alles wat haar ten deel was gevallen, met al de zaken behoorlijk in orde te brengen en haar tot onze wederzijdse vreugde in alle opzichten inlichting en raad te geven, bracht ik de week voor de begrafenis door. Ik zag kleine Emily in die tijd niet, maar men vertelde mij dat zij over 14 dagen in alle stilte zou trouwen. Ik woonde de begrafenis niet officieel bij, als ik het zo mag uitdrukken. Ik bedoel, ik werd niet met een zwarte mantel en een lamfer als een vogelverschrikker toegetakeld, maar ik ging 's morgens vroeg naar Blunderstone en was al op het kerkhof toen de lijkstoet, alleen gevolgd door Peggotty en haar broer, daar aankwam. De krankzinnige heer zat voor mijn raampje uit te kijken. Het kindje van meneer Chillip zwaaide met zijn zware hoofdje en keek over de schouder van zijn kindermeisje heen met zijn uitpuilende oogjes naar de predikant. Meneer Omer stond op de achtergrond te hijgen. Verder was er niemand en het was heel stil. Wij bleven, toen alles was afgelopen, nog een uur op het kerkhof rondwandelen en plukten enige jonge blaadjes van de boom boven mijn moeders graf. Een angst overvalt mij hier. Er hangt een dreigende wolk boven de afgelegen stad waarheen ik mijn eenzame schreden richtte. Ik ben bang haar te naderen. Ik kan niet denken aan wat er op die gedenkwaardige avond gebeurde en dat, als het ware, nog eens zal gebeuren als ik verder ga. Het wordt er niet erger door, omdat ik erover schrijf. Het zou er niet beter door worden als ik mijn onwillige hand liet rusten. Het is gebeurd. Niets kan het ongedaan maken. Niets kan het anders maken dan het was. Mijn oude kindermeid zou de volgende dag met mij mee naar Londen gaan voor het testament. Kleine Emily was die dag bij meneer Omer. Wij zouden die avond allemaal in de oude woonschuit bijeenkomen. Hem zou Emily er op de gewone tijd heen brengen. Ik zou op mijn gemak terugwandelen. De broer en de zuster zouden teruggaan zoals zij gekomen waren en ons tegen het vallen van de avond aan de huiselijke haard verwachten. Ik nam afscheid van hen bij het hek, waar in mijn verbeelding Straps met Roderick Random's knapzak gerust had, en in plaats van regelrecht terug te gaan, wandelde ik de weg naar Lowestoft een eindje op. Toen keerde ik om en stapte op Yarmouth aan. Ik bleef in een fatsoenlijk herbergje eten, een paar mijlen van de pont waarover ik vroeger heb gesproken. En zo ging de dag voorbij, en was het al avond toen ik die pont bereikte. Het regende hard en het was onstuimig weer, maar achter de wolken stond de maan. Het was niet volkomen donker. Al heel gauw kreeg ik baas Peggotty's huis in het oog en het licht dat door het venster scheen.
Na wat zwoegen door het mulle zand bereikte ik de deur en ging naar binnen. Het zag er daar heel gezellig uit. Baas Peggotty had zijn avondpijp gerookt en men maakte reeds toebereidselen voor het avondmaal. Het vuur brandde helder, de as was aangeveegd, het bankje voor Emily stond op de oude plaats gereed. Op haar eigen oude plaats zat Peggotty weer en zag eruit, behalve haar kleding, alsof zij die nooit verlaten had. Zij was alweer teruggekeerd tot het gezelschap van het naaikistje met de Sint-Paulskerk op het deksel, het ellemaatje in het huisje en het eindje waskaars. En daar zaten zij allemaal alsof zij er nooit vandaan waren geweest. Juffrouw Gummidge scheen in haar oude hoek een beetje te zitten kniezen en zag er dus ook heel natuurlijk uit. Gij zijt de eerste van de troep, jongeheer David, zei baas Peggotty met een vergenoegd gezicht. Houd die jas niet aan, meneer, als ze nat is. Dank u, antwoordde ik, hem mijn overjas gevend om op te hangen. Zij is helemaal droog. Dat is zo, zei baas Peggotty, mijn schouders betastend, zo droog als schort. Ga zitten, meneer. Ik hoef u zeker niet te verwelkomen, maar welkom zijt ge toch. En van ganser harte. Dank u wel, baas Peggotty, daarvan ben ik overtuigd. Wel, Peggotty, zei ik, haar een kus gevend. Hoe gaat het, oud vrouwtje? Haha, zei baas Peggotty, zich naast ons neerzettend en zijn handen wrijvend, zowel omdat hij zich nu van de beklemdheid der droevige omstandigheden ontslagen voelde, als uit oprechte goedhartigheid. Er is geen vrouw in de hele wereld, meneer, zoals ik haar al zei, die rustiger kan zijn dan zij. Zij heeft aan de overledene haar plicht gedaan, en dat heeft de overledene heel goed geweten ook. En de overledene heeft het goed met haar gemaakt, zoals zij het goed met de overledene gemaakt had. En zo is dus alles goed. Juffrouw Gummidge slaakte een zware zucht. Kom, moedertje, niet zo somber, zei baas Peggotty. Maar terzijde schudde hij zijn hoofd tegen ons, blijkbaar bedenkend dat de jongste gebeurtenissen haar de oude wel weer in de herinnering zouden hebben gebracht. Wees niet zo neerslachtig. Probeer u zelf voor uw eigen bestwil een beetje op te beuren en kijk dan eens of ge vanzelf niet veel vrolijker zult worden. O, nee, Daniel, antwoordde juffrouw Gummidge. Ik krijg nooit iets vanzelf, behalve narigheid. Ik moet maar eenzaam en verlaten blijven. Wel, nee, zei baas Peggotty troostend. Jawel, Daniel, zei juffrouw Gummidge. Ik ben geen mens om bij mensen te wonen die geld geërfd hebben. Ik breng alleen maar narigheid. Het zou beter zijn als ge mij kwijt waart. Wel, hoe zou ik het zonder u ooit kunnen verteren? Zei baas Peggotty met een ernstig gezicht. Wat praat ge toch? Heb ik u niet meer nodig dan ooit? Ik wist wel dat ik vroeger nooit nodig was, riep juffrouw Gummidge op een jammerlijke klaagtoon uit. En nu wordt het mij gezegd. Hoe kon ik ook denken dat ik ergens nodig zou zijn? Ik, die zo ongelukkig ben en zoveel narigheid heb. Baas Peggotty scheen over zichzelf ontzet te zijn dat hij in staat was geweest iets te zeggen dat zo hatelijk kon worden uitgelegd. Maar Peggotty, die hem aan zijn mouw trok en haar hoofd schudde, weerhield hem
er van een antwoord te geven. Nadat hij juffrouw Gummidge een poos lang heel droevig had zitten aankijken, keek hij naar de klok, stond op, snoot de kaars en zette die voor het raam. Daar, zei hij vrolijk, zover zijn wij weer, juffrouw Gummidge. Juffrouw Gummidge zuchtte eventjes, weer geïllumineerd als gewoonlijk. Gij vraagt u zeker af waarvoor dat is, meneer. Wel, dat is voor onze kleine Emily. Gij begrijpt wel, het pad is na donker niet erg licht of erg vrolijk. En als ik hier ben, op het uur dat zij naar huis komt, zet ik altijd het licht voor het raam. Dat ziet ge, zei hij, met grote pret, zich naar mij overbuigend, heeft twee redenen. Dan zegt Emily, daar is ons huis. En dan zegt zij ook, daar is mijn oom. Want als ik er niet ben, wordt er nooit een kaars neergezet. Ge zijt nog precies een kleine jongen, zei Peggotty, die, als zij dit al vond, hem er alleen maar te liever om had. Wel, antwoordde baas Peggotty, met zijn benen wijd van een, op de grond geplant, en heel vergenoegd, met zijn handen op en neer langs die benen wrijvend, terwijl hij beurtelings naar ons en naar het vuur keek. Misschien hebt ge daarin wel gelijk, maar om zo te zien toch niet. Nee, niet precies, merkte Peggotty op. Nee, zei haar broer lachend, niet om zo te zien, maar om zo te denken, ziet ge. Maar wat kan mij dat schelen? Ik zal u eens wat zeggen. Iedere keer als ik naar dat mooie huisje van onze Emily ga kijken, dan mag ik geblekt worden, zei baas Peggotty met nadruk. Daar, meer kan ik niet zeggen, als het voor mijn gevoel niet net is, alsof de kleinste dingetjes daar iets van haarzelf zijn. Ik neem ze op en zet ze weer neer en raak ze zo voorzichtig aan, alsof zij onze Emily zelf waren. Zo is het ook met haar hoedjes en al die dingen. Ik zou niets daarvan met opzet ruw kunnen zien behandelen, voor alles op de wereld niet. Daar hebt ge dan nu een kleine jongen in de gedaante van een grote zeeegel, zei baas Peggotty, zijn ernst door een schaterend gelach lucht gevend. Peggotty en ik lachten beide mee, maar niet zo luid. Ik geloof, zei baas Peggotty met een vergenoegd gezicht, nadat hij zijn benen nog wat had gewreven, dat het komt doordat ik zoveel met haar gespeeld heb en wij dan gedaan hebben alsof wij Turken en Fransen en haaien en allerlei vreemd volk waren. Och, heren, ja, en leeuwen en walvissen en weet ik wat al meer, toen zij niet hoger kwam dan tot mijn knie. Zo heb ik mij dat zo aangewend, begrijpt ge? En nu, die kaars, vervolgde hij, er lachend met zijn hand naar wijzend. Ik weet heel goed dat ik, als zij eenmaal getrouwd en bij ons vandaan is, die kaars daar toch nog neer zal zetten, net als nu. Ik weet heel goed, als ik 's avonds hier ben, en waar zou ik anders gaan wonen, al had ik nog zoveel geld gekregen, en zij niet hier is, of ik niet daar ben, dat ik dan toch de kaars voor het raam zal zetten en voor het vuur zal gaan zitten en net zal doen alsof ik op haar wachtte, precies als nu. Daar hebt gij nu een kleine jongen, zei baas Peggotty nogmaals schaterend.
in de gedaante van een zeeegel. Wel, nu op dit ogenblik, als ik de kaars zie flikkeren, zeg ik tegen mijzelf, zij kijkt ernaar, Emily komt eraan. Daar hebt gij nu een kleine jongen in de gedaante van een zeeegel. Maar ik heb toch gelijk, zei baas Peggotty, zijn luidruchtigheid smorend en zijn handen in elkaar slaand. Want daar is zij. Het was hem alleen. Het moest nog harder zijn gaan regenen, sedert ik binnen was, want hij had een grote zuidwester op, die bijna zijn gehele gezicht bedekte. Waar is Emily? Zei baas Peggotty. Hij maakte een beweging met zijn hoofd, alsof zij buiten stond. Baas Peggotty nam de kaars van het raam, haalde de pit op, zette ze op de tafel en was druk bezig met het vuur op te poken, toen hem, die zich niet bewogen had, zei, Jongeheer David, wilt gij even buiten komen om te kijken naar wat Emily en ik u wilden laten zien? Wij gingen naar buiten. Toen ik hem bij de deur voorbijging, zag ik, tot mijn verbazing en schrik, dat hij doodsbleek was. Hij duwde mij haastig naar buiten en sloot de deur achter ons, alleen achter ons beiden. Hem, wat is er aan de hand? Jongeheer David. Ach, zijn gebroken hart, hoe verschrikkelijk, schreide hij. Ik bleef bij het zien van zoveel droefheid als versteend staan. Ik weet niet wat ik dacht of wat ik vreesde. Ik kon niet anders doen dan hem aankijken. Hem, beste kerel, om 's hemels wil, zeg mij wat er gebeurd is. Mijn liefste jongeheer David, de trots en de hoop van mijn hart, zij voor wie ik gestorven zou zijn en nog zou willen sterven, zij is weg. Weg? Emily is weggelopen. O, jongeheer David, u kunt u waarschijnlijk wel voorstellen hoe zij is weggegaan, als ik mijn goede en genadige God bid om haar, haar die mij boven alles dierbaar is, liever te laten sterven dan haar tot ongeluk en schande te laten komen. Het gezicht dat hij naar de onstuimige lucht ophief, het beven van zijn gevouwen handen, de zielesmart in zijn gehele wezen, komen mij tot op de dag van heden altijd voor de geest, als ik aan die eenzame vlakte denk. Het is daar altijd nacht, en hij is het enige wat ik daar zie. Gij zijt een geleerde, zei hij haastig, en weet wat er gedaan moet worden. Wat moet ik daarbinnen zeggen? Hoe zal ik er ooit tegen hem over kunnen beginnen, jongeheer David? Ik zag de deur bewegen en probeerde onwillekeurig de klink van buiten vast te houden, om een ogenblik tijd te winnen. Het was te laat. Baas Peggotty stak zijn hoofd naar buiten, en nooit, al werd ik 100 jaar oud, zal ik de verandering kunnen vergeten die zijn gezicht onderging toen hij ons zag. Ik herinner mij een groot gejammer en geschrei, en hoe de vrouwen hem vasthielden, en hoe wij allemaal in de kamer stonden, ik met een papier in mijn hand dat hij mij gegeven had, baas Peggotty met zijn vest opengerukt, zijn haren woest om zijn hoofd, zijn gezicht en zijn lippen helemaal wit en het bloed over zijn borst druipend. Het was hem uit zijn mond gesprongen, geloof ik, terwijl hij mij strak stond aan te staren. Lees het voor, meneer, zei hij met een zachte bevende stem, langzaam, als het u belieft. Ik weet niet of ik het wel zal kunnen begrijpen. Te midden van een doodse stilte las ik het volgende
uit een gevlekten brief. Wanneer gij, die zoveel meer van mij houdt dan ik ooit heb verdiend, zelfs toen mijn hart nog onschuldig was, dit leest, zal ik ver weg zijn. Zal ik ver weg zijn, herhaalde hij langzaam. Wacht even, Emily, ver weg? O, wanneer ik mijn dierbaar huis verlaat, mijn dierbaar huis, o, mijn dierbaar huis, het morgen verlaat. De brief droeg de datum van de vorige avond. Zal het zijn om nooit terug te komen, of hij moest mij terugbrengen als een dame. Dit briefje zal 's avonds, vele uren later, in mijn plaats gevonden worden. O, als gij wist hoe mijn hart verscheurd wordt, als zelfs gij, wie ik zoveel onrecht heb aangedaan, dat gij mij nooit kunt vergeven, maar weten komt wat ik lijd. Ik ben te slecht om over mijzelf te schrijven. O, troost er u mee dat ik zo slecht ben. O, uit barmhartigheid, zeg aan oom dat ik hem nog nooit zo heb lief gehad als nu. O, denk er niet meer aan hoe goed en lief gij allen voor mij geweest zijt. Denk er niet meer aan dat wij ooit zouden trouwen, maar probeer te denken dat ik stierf toen ik nog klein was en ergens begraven werd. Bid de hemel, die ik nu ontvlied, om medelijden te hebben met mijn oom. Zeg hem dat ik hem nooit zo heb lief gehad. Wees zijn troost. Zoek een goed meisje dat voor mijn oom zal zijn wat ik eens geweest ben, en dat u trouw zal blijven en u waardig zal zijn, en zich over niets zal behoeven te schamen, behalve over mij. God zegene allen. Ik zal voor allen dikwijls op mijn knieën bidden. Als hij mij niet als een dame terugbrengt en ik niet meer voor mijzelf bid, zal ik toch voor u allen bidden. Mijn laatste groet aan oom, mijn laatste tranen en mijn laatste dank voor oom. Dit was alles. Hij bleef, lang nadat ik opgehouden had met lezen, mij nog staan aankijken. Eindelijk waagde ik het zijn hand te vatten en hem zo goed ik kon te smeken wat te bedaren. Hij antwoordde, ik dank u, meneer, ik dank u, zonder zich te bewegen. Hem sprak ook tegen hem. Baas Peggotty toonde zich in zover bewust te zijn van zijn ongeluk, dat hij hem de hand drukte, maar overigens bleef hij in dezelfde toestand en niemand durfde hem te storen. Langzaam, eindelijk, wendde hij zijn ogen van mijn gezicht af, alsof hij uit een visioen ontwaakte, en liet ze de kamer rondgaan. Daarop zei hij met een gesmoorde stem, wie is de man? Ik moet zijn naam weten. Hem keek naar mij en eensklaps voelde ik een schok die mij deed terugdeinzen. Er wordt iemand verdacht, zei baas Peggotty. Wie is het? Jongeheer David, zei hem smekend, ga even naar buiten en laat mij hem zeggen wat ik zeggen moet. Gij behoeft het niet te horen, meneer. Ik voelde de schok opnieuw. Ik zonk op een stoel neer en probeerde iets te antwoorden, maar mijn tong was als verlamd en het schemerde mij voor de ogen. Ik moet zijn naam weten, hoorde ik nog eens zeggen. Sedert enige tijd, zei hem haperend, is hier nu en dan een knecht geweest. Er is ook een heer geweest, die twee hoorden bij elkaar. Baas Peggotty stond even onbewegelijk als tevoren, maar keek hem nu aan. Die knecht vervolgde hem,
is gisteravond gezien met ons ongelukkige meisje. Hij heeft zich hier schuilgehouden, deze week of langer. Men dacht dat hij weg was, maar hij hield zich schuil. Blijf toch niet hier, jongeheer David. Ik voelde Peggotty's arm om mijn hals, maar had mij niet kunnen bewegen, al was het huis op het punt geweest om op mij neer te storten. Een vreemde sjees met vreemde paarden stond vanmorgen buiten de stad op de weg naar Norwich, nog bijna voor het dag was, vervolgde hem. De knecht ging er naartoe en kwam terug en ging er daarna weer naartoe. Toen hij er weer naartoe ging, was Emily bij hem. De ander zat erin. Hij is de man. Om Gods wil, zei baas Peggotty, terugdeinzend en zijn hand uitstekend, als om iets dat hij vreesde van zich af te weren. Zeg mij niet dat hij Steerforth heet. Jongeheer David riep hem stamelend uit. Het is uw schuld niet, en ik denk er niet aan het u te verwijten, maar hij heet Steerforth, en hij is een verdoemde schurk. Baas Peggotty gaf geen geluid en stortte geen traan en bewoog zich niet meer, tot hij opeens weer scheen te ontwaken en zijn ruige jas van zijn haak in een hoek rukte. Help eens een handje. Ik ben helemaal uit het lood geslagen en kan ze niet aankrijgen, zei hij ongeduldig. Help eens een handje. Zo. Toen een van hen het gedaan had. En geef mij nu die hoed eens aan. Hem vroeg hem waar hij heen ging. Ik ga mijn nichtje zoeken. Ik ga mijn Emily zoeken. Ik ga eerst die boot in elkaar trappen en ze laten zinken, waar ik hem verzopen zou hebben, zo waar als ik leef. Als ik maar een ogenblik had kunnen denken wat voor schurk hij was. Toen hij daar zo voor mij zat, zei hij woest, zijn gebalde vuist uitstekend. Toen hij daar zo voor mij zat, sla mij dood, als ik hem niet verzopen had en gedacht dat ik er goed aan deed. Ik ga mijn nichtje zoeken. Waar? Zei hem, zich voor de deur plaatsend. Overal. Ik ga door de hele wereld mijn nichtje zoeken. Ik ga mijn ongelukkige nichtje zoeken, in haar schande, en haar terughalen. Laat niemand mij tegenhouden. Ik zeg u, ik ga mijn nichtje zoeken. Nee, nee, riep juffrouw Gummidge, luid schreiend, tussen hen inkomend. Nee, nee, Daniel, niet zoals gij nu zijt. Ga haar over een poosje zoeken, mijn ongelukkige Daniel, en dan zal het goed zijn. Maar niet zoals ge nu zijt. Ga zitten en vergeef het mij dat ik ooit een plaag voor u geweest ben, Daniel. Wat zijn mijn narigheden ooit hierbij vergeleken geweest? En laten wij praten over de tijd toen zij pas een weesje was geworden en hem ook, en toen ik een arme weduwe was en gij mij in huis naamt. Dat zal uw ongelukkige hart goed doen, Daniel, haar hoofd op zijn schouder leggend, en dan zult gij uw leed beter dragen, want gij kent de belofte, Daniel. Gelijk gij aan de minste van deze gedaan hebt, dat hebt gij mij gedaan, en dat kan nooit falen onder dit dak dat ons zoveel jaren heeft geherbergd. Hij was nu volkomen passief, en toen ik hem hoorde schreien, maakte de neiging die ik
gevoeld had om op mijn knieen te vallen en hun om vergiffenis te smeeken voor den jammer dien ik veroorzaakt had en Steerforth te vervloeken voor betere gevoelens plaats. Mijn overkropt hart vond dezelfde verlichting en ik schreide eveneens. Einde van hoofdstuk 31.